Mijn beste vrienden, als u de ruïne achter mij ziet, dan zou u kunnen denken dat de hoeren van Babylon dit verschrikkelijke karkas heeft neergebombardeerd. Net zoals dat gebeurt in Oekraïne. Maar vergis u niet, het is niet zo. De hoer is al lang bezig geweest in Suriname, maar in een hele andere vorm. Dit gebouw wat staat op de hoek van de Johan Adolf Pengelstraat en de Gemedelandsweg was ooit opgetrokken als een geweldig mooi idee, moet ik zeggen, van de man die nu president is van Suriname, Chandrika Persat Santokhi. Hij wilde een schitterend hoofdbureau van politie bouwen, maar bulletproof was en waar helikopters zouden kunnen landen op het dak. Een hypermodern gebouw. Beste vrienden, dit was een idee dat ontstond en zich ontwikkelde tot wat er nu staat in 2005 tot 2010. Er gebeurde niks mee. In 2010 kwam de nieuwe regering van de NDP en de minister van Openbare Werken, Abrahamsje, die heeft dat hele ding stopgezet. En er kwamen allerlei andere ideeën. En die ideeën vertelden ons dat eigenlijk het gebouw verkeerd stond. Het zou eigenlijk op een andere plek geplaatst moeten worden. En direct daarna verschenen er ook nog rapporten die verklaarden dat dat gebouw, dat er fouten waren, technische fouten. Dus dat het niet zou kunnen worden afgebouwd. Intussen had minister Abrahams, de aannemer, degene die het uitvoerde, al betaald voor een project wat nooit zou worden uitgevoerd en wat 10 jaar later, op dit ogenblik, 12 jaar later, in 2022, precies staat zoals het staat. Er is niks mee gebeurd en ik zeg u, dit is het bombardement van de hoer van Babylon. Is de plaats waar mensen met greep, krage, klauwen zitten en zich toe-eigenen wat van het volk is. En daarom is dit nooit afgebouwd. Ik hoorde ook nog het toenmalige assembleelid, degene die nu minister is van justitie, van het leger, Krishna Mathura. Ik heb een goed gevoel voor deze vrouw, maar dat is een andere zaak. Ik hoorde haar ook nog zeggen, dat gebouw is vol mankementen en zo. Dus uiteindelijk was men het ermee eens dat het gebouw niet klopte en dat het niet deugde. En vandaag confronteer ik u met meneer Moksalesi van Justitie en Politie, die zegt, het gebouw wordt afgemaakt. De bouw, we gaan zo dadelijk, spoedig, weet niet wanneer, beginnen om het gebouw af te maken. Beste vrienden, waar gaat dit geld vandaan halen? Nou, dat geld dat gaat komen uit de Nederlandse verdragsmiddelen die nog over zijn. Beste vrienden, uno gieden geen cent. Ik zeg u, dit is voor. Ik heb u al eerder gezegd, we worden geterroriseerd door domheid, onnozelheid, dieftigheid, bedrog, hypocrisie. Ze begrijpen graag klauwen en alles wat ze tegenkomen, vernietigen ze. Dit land is verdoemd. En de hoer van Babylon speelt al langer mee hier. Alleen, je moet niet denken dat het alleen is in Oekraïne. Normaal. Als aan de Eurokozo, hier zijn ze. En omdat ze hier zijn, met dat zijn, dat we dat hoer meer fout, komt dat als een ander. Omdat die hoer hier is, pinaart het volk. Want het geld wat nu gebruikt zou moeten worden, dat is het restje wat over is van die verdragsmiddelen. Beste vrienden, ik heb
wel 10 projecten die uitgevoerd kunnen worden. Met dat geld. En het zijn projecten die direct een impact hebben in de Surinaamse samenleving, in het volk van Suriname. Het hele volk. En niet voor een gebouw wat daar staat. En waarvan, Archie Boon, waarvan de NDP gezegd heeft, het geraamte moet blijven staan als monument door van one beleid gevoerd door Sendrika Persat Santokhi, die het initieerde in 2005 tot 2010 als minister van Justitie. Beste vrienden, waar zijn wij mee bezig? Laat me u één grote fout aangeven. Landsgrond. En op landsgrond waren terwijl de oudjes in die hutjes, die stinkhutjes, waren en wachten op, om dood te gaan, waren de stinkvogels op het terrein. Als jongen heb ik ze zelf gezien. En ik stelde die vragen aan mijn ouders. En ooit heeft mijn, zalig mijn vader Jim, heeft gezegd, my boy, poverty is no shame, it is a crime. En dat is nog steeds waar. En het geldt voor heel Suriname. Armoede is geen schande. Armoede is criminaliteit. En met name wanneer je Suriname ziet en men praat over de geweldige rijkdom. Het land is rijk. Het land is rijk aan domme mensen. Het land is rijk aan criminele mensen die zich leiders noemen. Beste vrienden, un luco boyala, luister goed. Op dat terrein, als je daar ooit iets mee wil doen, dan moet de terrein sacred gemaakt worden, geheiligd worden, ontsmet worden van de ellende die daar jarenlang heeft plaatsgevonden met die oudjes. Anders ga je niks kunnen bouwen en alles wat je bouwt gaat kapot vallen. Beste vrienden, waar zijn we mee bezig in Suriname? We moeten ze opvoeden. Dit Agnel de Kader zegt, leider, je moet ze opvoeden. Ach, kijk, wij moeten ons, wij mogen ons niet druk maken op deze manier. Maar het doet pijn wanneer je ziet dat hier de domheid zich etaleert. En ik daardoor verplicht ben om de hoer van Babylon te benoemen. Omdat zij het is die leiding geeft aan het zootje debiele wat jarenlang dit land heeft bestuurd. In alle opzichten. Beste vrienden, Suriname heeft geen leiders. En de blakke man heeft zeker geen leiders. Anders zouden er meer denkers zijn en geen volgers. Paramaribo groet u, tot later. Like en subscribe. En man, laat die reclame rusten. Die 2 cent die we verdienen, hebben we nodig. Beste vrienden, tot later. Sumadu Ogri, Sapai.